Een hele goede dag en welkom bij Privé TV. Jan Smit vindt zijn cv nog niet uitgebreid genoeg. De zanger, presentator, acteur, platenbaas en voetbalbobo is weer een nieuw avontuur begonnen bij mij in de studio. Want het is woensdag, Jan Uriot. Jan, welkom. Maarten, ja, het is een verhaal van Boris van Zonneveld in deze nieuwe Privé. Week 49 met Mabel op de cover, ligt nu in de winkel. Wat is die gaan doen? Jan. Ja. Ja, je hebt al zo'n hele mooie opsomming gemaakt. En hij is nu mede-eigenaar geworden van een café-restaurant aan de haven van Volendam. Waar anders, ja. Dus hij is de horeca ingegaan. Het is niet de eerste bekende Nederlander die de horeca in is gegaan. Mm-hmm. En Jan doet het ook. En je zou zeggen, ja, heeft die man daar nog tijd voor? Dat denk ik dus niet. En dat is meteen ook wel weer een groot probleem. Want dat hebben we in het verleden gezien. Lee Towers, bijvoorbeeld. Even kijken, René Vroger. Ja, in Laren had hij een zaak. Ja. En die zaken die zijn failliet gegaan. Er zijn trouwens ook wel succesvolle bekende Nederlanders. Hoor. Ik bedoel, Gordon bijvoorbeeld, die doet het heel goed. Cas Jansen, Tim Immers, Gaston. Ja, dat zijn mensen, ja. Dat zijn mensen die dus best wel succesvol zijn gebleken. Maar het gaat vaak fout. En waarom gaat het nou vaak fout? Omdat mensen die gaan naar zo'n café-restaurant, bijvoorbeeld van Jan, en dan denken ze dat hij daar achter die tap staat of dat hij in de bediening zit. De hele dag, ja. En dat is natuurlijk niet waar, want die man heeft zoveel te doen. Dat kan helemaal niet. En dat is een beetje het probleem. Waarom mensen dus op een gegeven moment wegblijven. Die denken van, ja, ik ben nou al 3 keer geweest en ik heb Jan dan nog niet gezien. Nou, dan houden we er maar mee op. Want wat hij wel heeft, het is wel een beetje een Jan-café. Zijn gouden platen hangen daar bijvoorbeeld en foto's hangen ervan. Ja, dat is hartstikke leuk. Ja. Maar ze willen Jan ook zien en dan gaat het vaak fout. Maar deze zorg hebben we voorgelegd aan zijn manager, toch? Alois Buijs. En die zegt dus, ja, we leggen het uit. Als mensen erom vragen, leggen we het uit waar Jan op dat moment is. Ja, dat zal mijn zorg wezen waar Jan is op dat moment. Ik wil hem hebben daar zo. Ik heb het zelf namelijk ook. Ik eet regelmatig bij Joop Braakhekken in Le Garage. Ja. En de avonden zijn zo anders als Joop er is, dan dat hij er niet is. Die maakt de hele sfeer. Ja, die maakt een sfeertje en een feestje. En Joop die doet het zo. Die gaat bij alle tafeltjes ook nog langs om een hand te geven. En dat is hartstikke leuk. Maar ja, Joop is er ook wel eens niet. En nou, we weten dat het ook af en toe heeft hij gezondheidsproblemen de laatste tijd. Dus dat is dan jammer dat hij er niet is. Maar dus ik weet een beetje hoe het werkt. Je avond is anders als die bekende Nederlander er niet is. En daarom gaan veel zaken dus toch op de fles op een gegeven ogenblik. Of ze houden er gewoon mee op. Ja, want Jan staat hier wel leuk met 2 kopjes koffie. Maar hij heeft die kerst-cd zelden nu. Hè? Kerst voor iedereen heeft hij uit. Signeersessies, toestanden. Ja. Met zijn gezin is hij natuurlijk bezig, zijn kindjes. Hij heeft wel aangegeven, tenminste dat krijgen we dan via zijn management te horen, dat hij van plan is om 2 keer per week in het restaurant te gaan eten. En je moet zelf maar uitkiezen welke avond dat is. Precies. Inderdaad, Jan, dank je wel weer. Jan Uriot was dat en dit was Privé TV. Meer nieuwtjes en video's op privé.nl. Tot morgen. Dag.